Hallo kijkers, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Generations Monotype. Nou, ik kwam er redelijk uit deze keer. Ja. Ja, geen pijn in je strot? Nou, dat wel, maar... Dat wel. Maar ik kwam er redelijk uit. Kom op. We waren Kirby Return to Dreamland aan het spelen en het kostte me zo'n 10 afleveringen voordat ik door had wat de naam van de serie was. En toen was inmiddels de serie ook alweer voorbij. Lekker man. Ja. Oh nee, doe nou geen verkorte corner. Doe nou geen verkorte corner. Alsjeblieft Nederland, doe het nou gewoon niet. Jullie kennen het niet. Goed zo, hoog. Ja, hoog. Het was gewoon een lage klote bal. En weg met die bal. Tuurlijk. Ah, wat een kutland zijn we eigenlijk. Kaf me af en toe. Oh, de VAR. Zwaar ook. Maar gebruik ik ook gewoon geen repels met mijn bek. Goeie vraag. Ja, vraag ik me ook af, ja. Oh, dat keek voor een handsball, maar dat was gewoon geen hands. Zou wel leuk zijn, een penalty voor ons. Ja, doe deze. Klang! Ja, gooi die bal, nou, denk die bal erin. Is het ook niet heel moeilijk. Schoolkid Lydia met een Lillipup. Een dubbel L. Schiet! Ah, godverdomme. Een triple L. Dat zijn veel L'tjes. Er zijn veel lulletjes. Een rozenwater om precies te zijn. Hier, tornado op je muil, gauw! En nu heel rap. Ah, shit. Kijk, dit zijn tenminste aanvallen waar je wat aan hebt. Maak hem af! Lekker, man. School kid, lady has gone. Ja. Iedereen tegelijkertijd, heb ik. Ja. En ik druk op het boek en weet je wat er dan gebeurt? Er komt een geheime tunnel. Ja, een geheime tunnel naar beneden. Geheime tunnel. Die ze best wel de speedknop hadden wel gegeven, want dit duurt een tijdje lang. Zo. Hier rond kampvuur en zing net kampvuurlied. Zo. Jank die bal. Waarom zijn ze die lage kutballen? Jezus. Rustig blijven. Oh, ik word zo agressief. Ik word er agressief van. Daarom mag allemaal geen commentaar geven als hij dingen opneemt. Oh nee? Ik zeg van, dan zeggen ze van, oh nee, die cameraman maakt te veel opmerkingen. Nee joh. Die loopt de partij te schelden, dat is niet goed voor de kinderen in het stadion. Nou, de kinderen zijn wel wat gewend. Ik wou dat zeggen, als je gemiddeld stadion wil, wat je daar hoort, dat is niks vergeleken met wat de kind riep. En dan lukt geen onzin. Nee. Is dit het einde? Zeg ja. Nee. Nee. Jordi. Ja, ik ben bij het einde van de Victory Road. Alright, ik ben er. Pokémon. Nou, ik vecht tegen een doggo met een snor. Dat is nice. Wat ga je nu doen, Arm? Ga je grinden? Wat ga je doen? Ik heb eerlijk gezegd geen idee nog. Ik ga eerst even healen. Is misschien wel handig, ja. En ik ga even items kopen. Ook handig. Ik bedoel, iedereen is bijna level 45. Ik wil eigenlijk een attemptje wel proberen. Ik bedoel, tot nu toe is het lekker gegaan, maar ja, dat is geen red. Ah, shit. Nou, ik heb... ik heb 9... Lullen, ga hitten de hypnosis. Ik heb 19... 19... 90, zorg. Sorry, 90 revives. Ah, moet genoeg zijn, toch? Ik heb Lenora verslagen, kaboomy. Nice, first attempt, dat is mooi. Yes. Uh,
dan doen we dit. Scheer je weg, schaf uit. Schaf uit. Zo. Die volk, Jezus Christus. Milan op TNT, hè? 67. Retaliate. Ja. De meest rare move om te gebruiken in een Nuzlocke. Gelukkig is het ook geen Nuzlocke. Nee. Retaliate is toch wel met die vette animatie? Ja. Ja. Ah joh man, waar ga je toch niet voor fluiten? Hij raakt hem niet Blijkbaar eens. Wel. God, Blijkbaar wat een staatsmogol. Nou, we kunnen hier zometeen ook wel Sinjo Migon zingen. Qua hitte, bedoel je? Nee, dat ook. Nee, ik bedoelde eigenlijk dat het hoofd van Dragonite gestolen is. Ajos, en dan krijg je geel zeker. Oranje. Even kijken, waar komt die schaatsrechter vandaan? Ik wil het nou weten. Roemenië. Wat een zeik vindt. Bas Nijs had niet eens gefloten, man. Nee, maar die fluit alleen om de wedstrijd te laten beginnen en om te laten beëindigen. Ja. Ja, ik zweer het je. Dat is toch ook prima. Niks mis mee. Ik ben een groot fan van Bas Nijs. Ik ook. Bassie. Ja, je ruimte voor weer voor die gader. Lekker Dumfries. Lekker Dumfries. Echt tijd dat ik een Pokémon kan vangen. Yay! En ja, dan moet je die de hele tijd gaan switch trainen. Ja, maar de Expecia is in de volgende serie. Nou, pak hem gewoon helemaal naar beneden. Oké. Okay. Een Nugget! Nugget. En een zeewaddel vangen. En als ik Audino's tegenkom, dan moet ik die vermorselen. Lekker Milo. Dat heb ik nog nooit in één zin gehoord. Wat? Lekker en Milo. Hoe dan? Ja, ik snap ook niet hoe dat nu opeens wel kan. Ja, maar... Laat maar. Zo, goede bal, geen kloten. De bal had geen kloten, zei je dat nou? Ja, zoiets zei ik. Hoe durft de bal? Oeh, nog een Max 5. Prima. Leuk joh, hidden items. Mm-hmm. In de diepte. TM02, Dragonclaw. Ik heb er geen kloot aan, want ik heb geen enkele draak Pokémon. Dat is lastig met een Dragonclaw. Ja. Een zo. Fighting meneer. Zo'n fighting meneertje? Zo. Staat vol op zijn poot. Dat mag en die krijgt geel! Ja, en dan allemaal de handjes omdat Simons geen geel krijgt. Ja, die verdient ook geel hoor. Maar ja, die is, ja, sowieso. Voor zijn uitstraling. Even kijken, was het ook geel? Zo, en die is een beetje, dat is donkergeel. Dat noemen ze oranje. Precies. Nou ja, als jij over iemands onderbeen schaapt met je noppen, dat doet pijn hoor. Ja. Dat is gewoon een gele kaart. Sommige scheidsrechters geven er zelfs rood voor. Mhm. Ik vind het wel grappig, een Roemeense scheidsrechter, maar een Duitse VAR. Ja, dat kan allemaal. Lekker weven. Een potion die heel super is, heb ik gevonden. Ja, zo'n super iets. Wow, deze forest is echt mooi. Mm-hmm. Ik heb echt te weinig Gen 5. Goeie bal, zeg. Oh! Tering. Ik
Vergeleken is Gen 5 ook zo snel, hè, in vergelijking met Diamond and Pearl. Holy shit. Het is echt 5, 6 keer zo snel voor je gevoel. Het lijkt bijna een speedknop, terwijl dat het niet is. Nou, mooi. Poison Point, wauw, wat een kutspel. Nee, dat is een grapje. Nou, de eerste keer in bijna anderhalf uur, ik vind het knap. Ja, maar dit was een grapje, dat was ook niet dat ik het meende. Een joker. Oh. Het was inderdaad een joker, een fatweetje, zoals Nando dat zou zeggen. Een wat? Een fatweetje. Maar ben je kwijt. Een fatu. Een fatweetje, dat is... Je bent mij nog steeds kwijt. Nou ja, oké, het is Nando. Ja, oké. Zo, wel een bal zeg, als hij raak was geweest. Dan had ik alle woorden die ik ooit tegen over Sarah Simons heb gezegd, die neem ik dan terug. Dat doen we niet. Dat was wel heel erg. Nee, het was gewoon een mooie kans. Alleen helpt hij hem om zeep. Nou ja, ook weer niet, want de keeper houdt hem gewoon tegen, maar... Hé, hey, een antidote, die kan ik wel gebruiken. Voor die potion point, hè? Nou ja. Ja, Miners komt nooit in een duel. Hoezo verstop jij jou in een pijltje? Nou, die schrijfzicht wil je ook niet tegenkomen in een donkere steeg. De tering. Is die spannend? Nou, kijk de hele tijd alsof die het water ziet branden. Als je geen zin hebt op te fluiten, doe het al lekker niet. Zorg dan wel eerst dat wij winnen en dan gaan we verder. Ja, maar zo werkt dat niet. We zijn Nederland, hè? Ik ben een beetje... Nou, een beetje. Je moet toch als Nederland zijn ook een beetje... God, dan mag ik ook altijd op het woord komen. Nu kan ik niet op het woord komen. Wat is het als je voor je land bent? Dank je. Dat woord zocht ik. Je moet toch chauvinistisch als de tyfus zijn? Mm-hmm. Chestoberry. Zo malen! Tering! Ach jezus jongens, wat zonde. Hé, hey, dit is een graspoot. Malen, die was even op de brommer. Vind ik altijd zo mooi als op de brommer zijn. Zo, goede bal getreden, tering. Ja, koopmijners kan er nog steeds geen klote van. Ik ken er geen klote van! Mhm. Tuurlijk. Hoe ga je met de Elite 4 aan? Ik ben niet bezig met de Elite 4, ik ben aan het grinden. Oh. Ik dacht, jij wilde nog wel een poging doen, maar niet. Dus jij gaat grinden. Ja, ik ken dat. Hij houdt van grinder, dan heb je dat. Ik heb mijn lesje geleerd uit Gen 4. 4. Dat was dan wel een heel belangrijk lesje. Ja, dat duurde zo god Christus lang. Het is heel simpel, als ik elke trainer in de Elite 4 heb gedaan, ga ik het wel proberen hoor, maar... Mm-hmm. Ik denk oprecht dat de Elite 4 ook niet per se een probleem hoeft te zijn. Het is ook N en Getsus die meer een probleem zijn. Voornamelijk Getsus. Ja. Bad Red, als je voor Brad bent. Oké, daar heb je nog wat van. Daar heb je nog wat van. Die Kowaters zijn echt een counterploeg. Zo, goed. Ach, jongens. Oké, tijd voor de laatste Elite 4. Tuurlijk. Ja, inderdaad, tuurlijk. Niks, hopelijk. Wat levert het op wordt geroepen? Niks. Weer een corner. Waarom zitten er zoveel Kroaten? Die Kroaten staan gewoon in het staanvak. Mm-hmm. Goeie vraag, geen idee. Revive.
Zo. Ja, dat keelt of niet. Oeh. Dat doet Crocodile goed. Jouw bil is een krokodil. Nee, mijn bil is een crocodile. Een hele mooie crocodile. Zo'n eentje met moxie. Zo! Tering! Zo, natuurlijk wordt hij afgekeurd. Die krijgt vol, Aka krijgt vol een bal in zijn bek. Doordat hij een bicycle, de Kroaat een bicycle kick deed. Dat is toch geel, chef? Nee, ja, je krijgt geel en ook nog Jezus een... Jezus Christus. Modric krijgt gelijk... Oh, lekker! Ze krijgen alleen maar geel. Omdat ze alleen maar die scheidsrechter aan het uitkofferen zijn. Heerlijk. Hm. En jij krijgt een gele kaart. En jij krijgt een gele kaart. Ja, ze zijn alleen maar aan het klagen. Het is geen buitenspel, maar... Trouwens een spier. Zo, de tering. Dat AK nog staat. Hagenees. Ja. Goeie vraag. Geen idee. Gebruik. Zo. Ben ik sneller dan een Flapple? Nee, toch? Oh, toch wel. Van een wie? Een Flapple. Flapple. Dragongrass, Gen 8. Oh, die ja. Pokémon. Die, ja. Waar ik nu de appels gewoon uit de boom kan halen om hem te laten evalueren. Die, ja. En heel veel mensen zeiden dat het fucking moeilijk was en ik niet eens de moeite heb gedaan en er een gevonden had. Hm. Ja. Nou ja, om er een te vinden was wel pittig hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee. Gewoon een Applin zelf. Nou, dat heb ik gewoon geluk gehad, want ik was gewoon items aan het zoeken en ik kwam hem gewoon tegen. Want ik dacht eindelijk er een gevonden te hebben, toen was het een imposter Zoroa. Dat was kut. Dat was super kut, ja. Oké. Okay. Oké, okay, tijd voor niks. Maar ability is wel lekker. Ik kan geen defense stats droppen. Of tenminste geen stats droppen. Ah, dat is op zich wel mooi, hè? Voor een Swanna is dat prima. Dat deed leer en ik heb ability deed het. Wat nou weer? Wat nou weer? Hé, een maansteen. Voor die ene Moena die ik niet ga evalueren. Precies, ja. Rufflet is gelukkig al bijna level 40. Mhm. Veel resort. Hé, hey, een Miracles. Nou, jank die bal omhoog. Dat is omhoog. Een top item voor mij. Nou, jank hem erin. Oeh, ho, ho, ho. Ik ben alleen een beetje, ik weet even niet wat ze met inside en outside van de Pinwheel Forest bedoelen. Inside is letterlijk een stuk waar je die Dragonite Skull vandaan hebt. En outside is als jij die Nurse ziet, ja, voordat je Pinwheel Forest gaat. Dat is allemaal outside. Dat hoort bij Pinwheel Forest? Ja. Oh, dus ik had hem al lang kunnen vangen. Mogelijk. Ja, want ik heb heel dat... Het Team Plasma gebeuren allemaal al gedaan in Pinwheel Forest. Ik ben klaar met de Victoria Road, ik heb elke trainer gedaan. Lekker bezig. Het is eigenlijk een kleine Victoria Road. Is het ook. Het is ook een kut Victoria Road, al zijn hij ziet er niet uit. Nee, het is nog niet spannend. Ga nou niet domme dingen doen, jongens. Lekker geblokt. Doe assurantiebelasting nu. Weer een corner. Oké, okay, die is slecht, Milan, maar wel goed. Nee. Assurantiebelasting. Doet meer damage, des te meer money je hebt in de game. Ja. Oeh, Mega Drain of... Oh, dan... Time to start the Pokémon League. Pibble de pibble de pup! Joh, maakt mij even uit welke volgorde ik pak. Die ene, die voor jouw type... Zo. Ja, is Dark and Ghost, dus dan zou ik zeggen begin met rechts. Oh, ik ga gewoon het rijtje af hoor. Oh.
maakt het uit. Oh ja, in deze gen kan je kiezen. Ja. Welke je eerst doet. Dat was ook zo. En vanaf dat is het ook gewoon van, oké, wat ga je nou precies doen? 7 met je bek. 10,5 uur toch in deze game al zitten. Mm. Voelt niet zo, vergeleken met Diamond and Pearl. Doe maar wat je wil. Ja, maar jij maakt het verschil. Pokémon. Okay, alright, ik start wel nog even snel de eerste battle voordat we klaar zijn. Ja, prima. Zijn we bijna klaar dan? Je hebt nog 10 minuten, dus... Tijd zat. Dan heb ik nu 1,5 uur op de recording zien staan. Ja, maar we hebben 10 minuten speedknop voor mij, omdat ik alles moet inhalen. Dat was ik al even vergeten. Nou, Covavrigus, we gaan gelijk kijken wat ik kan tegen de Covavrigus. Ah, net geen 1-hit KO met Psychic, dat is jammer. Ben je psychisch? Ja, ben je psychisch, hè, woele. Oele, ben je psychisch, oele? Ja. Zeg wel dat je psychisch bent. Zeg wat dat je psychisch bent. Pas al iets. Ze heet allemaal iets daar. Ja. Ja, want iets is beter dan niets. Precies iets. Koop eens iets. En Swaddle. Nou, mooi op tijd. Ik dacht dat het uitverkocht was, zijn gaan vakken leeg. Hm. Ja, maar die kunnen gewoon door Bobo's opgekocht zijn en die hebben er niks met de kaarten gedaan, hè? Dat gebeurt al vaak. Ja, dat is zo. Ik ben al best wel vaak bij AZ ook uitverkocht geweest en dan zie je de Bobo vakken, die zijn al gewoon leeg. Ja, het zijn inderdaad wel de Bobo vakken, inderdaad. Ja. Zo goed gespeeld, zegt de Ering. Ik heb echt zin in die wedstrijd tegen Almere City, gewoon voor de fun, zeg maar. Ja, geloof ik. Ik heb een Zewadlee. Heb je een Zewadlee? Mm-hmm. Dat is heel erg mooi als jij een Zewadlee hebt. Daar heb ik ook een Leafstone voor nodig, toch, om die te... Nee, is voor of level als laatste of friendship als laatste. Ik denk dan denk ik friendship. Ik weet dat er iets was. Iets speciaals. Nou, nu moet ik kijken of ik ergens van die sparkling spots kan vinden. Of van die rustling grass. Ja, it falls from Svaluma leveled up with high friendship. Yeah. Dus heel veel knuffels geven. I do be loving some knuffelings. Oh! Ja, ook die Jempe knuffelings. Ja. Nou, koop maar een score bijna, nou dat is bijna knop. Nou, doe nou eens normaal. Weet je hoe fucking goed hij bij Atalanta is? Ja, Atalanta, dat zeg je goed, ja. Nou, dat was de laatste liter 4. Dan kan ik me klaar gaan maken voor... Nou, deze liter 4 bij mij gaat niet zo goed. Nee? Ik word afgemaakt door Jellicent. Dat is niet zo mooi. Zeggen. Ja, dat is niet zo mooi. Ja, moet ik anders wel zeggen. Oh nee, Harm, wat verschrikkelijk voor je. Ik leef met je mee. Ja, maar dan lieg ik. Chandelure. Kan ik ook Rustling Grass trigger op een of andere manier? Of hoe werkt dit? Ja, als je repels hebt, gewoon heen en weer lopen. Dat is de enige manier om je Rustling Grass te krijgen. Ik wist niet dat Flying Moves effect had tegen Ghost Pokémon. Ja, het is geen normal, het is geen normal move, hè? Ja, maar ik dacht dat het immune was. Never! Ja, blijkbaar niet. Als ik dat eerder had geweten. Ik ben dood. Ik ga wel Ghost als laatste doen. Half voor 47 Pokédollar. Ja, dat was ook het enige geld dat ik had. Maar ja, op zich, ik kan dit natuurlijk ook gebruiken als een grind spot, net als de vorige keer. Mm-hmm. Grinding on the spot. Ja. Ja, ik ben klaar om Geeta te doen. Die Kroaten denken echt dat wij die scheidsrechter hebben omgekocht. Hebben ook. Kapotstuk. Ik ga kapotstuk hier. Ga je nou kapot of ga je stuk? Beide. Perisic, lekker man. Rood? Geef hem rood. Man. Geef hem rood. Geef hem rood. Kom op, Var. Geef hem oranje. Er is geen bal in de buurt en hij ligt ineens op de grond. Laat de herhaling maar zien. Ja, die herhaling bedoel ik niet.
Als die, die andere. Dat is gewoon een verdedigende aanval, dus die spits mee. Your harm has spoken. Ja. Nou, dan beginnen we maar met de fighting. Ik bedoel, dat is het slimste, denk ik. Vanuit ding wel, ja. Ik bewaar die ghost als laatste. Mm-hmm. Je wordt ook nog wel geheeld zo meteen. Wat, voor Enngetsis? Ja, ja, ja. Als je het zijpad neemt om te praten met de zussen van N, ja. Oh, goed zeg! Schiet! 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 Ja! Lekker! Blijkbaar heeft hij geschoten. Ik had al een melding al gekregen dat er was gescoord. Ja, maar ik heb een livestream aanstaan, dus ik vind die zo gek. Wat een goal, lekker in het hoekie. Zo. Ja, maar we zijn echt beter. Nog een kilometer. De derde gym wordt ook wel een ding, bedenk ik nu, want dat is een bug-Pokémon. Ja. Tegenantwoord, je kan mooi de desert in om daar te levelen. Ja, jij zeker, ja. Je moet alleen uitkijken voor de hoe heet die? Die vuur... Dormanita. Dat is dat de Fine Evolution? Ja, daarom maken. Dank. Die bedoelde ik. I did see some rustling grass. Jezus, zelfs dit lukt niet. Hoe durf je? Nou, oh, we levelen. Een goede goal, zeg. Tering, wat een goal. Nou, maak er nog even twee, dan zijn we klaar. Oh, we gaan door. Oh, jammer. Nou, wat doen we nu spelen? Kom maar door. Mm-hmm. Dan ben ik het zonder... Ah, fuck, ik ben natuurlijk op vakantie. Ik ben benieuwd überhaupt of ik het wel kan kijken. Goeie vraag. Ja, maar... Waarschijnlijk niet. Jawel, de Nations League finale is echt wel ergens te kijken. Ja, joh. Een Nederlands elftal shirt aandoen midden in Frankrijk. Denk een van de domste dingen die ik kan doen. Nou, ik denk dat ze daar niet zo heel erg moeilijk over doen. Nee, daar Fransen inderdaad zou kunnen dat ze het niet zo moeilijk over doen, ja. Zeker niet als je niet tegen Frankrijk hoeft, zeg maar. Mm. Nee, dus je hebt kans dat ze meer uitlachen. Mogelijk. Nou, wellicht. Oh, heb ik nog een repels gekocht. Milan. Staat niemand, chef? Doe nou normaal. Waarom de fuck speel je Bijlo aan terwijl er 15 Kroaten omheen staan? Ja, Bijlo moet je nooit aanspelen. Oh, Bijlo is geblesseerd. Yo, ik zei het nog! Ik zei het nog na de eerste helft voor Bijlo ook geweest. Zo, Bijlo wordt even gebodychecked. Hoppa! Weer Perisic! Wat een flikker, joh! Ik snap hem wel. Ja, er gaat een Kroaat met rood van het veld af. Die gaat echt nergens over. Die zijn gefrustreerd als de motherfucker. Ik snap het wel. Mm-hmm. Jordi heeft de scheidsrechter erop gekocht. Ja. Dan zou ik ook gefrustreerd zijn. Hoe is jouw Kroatisch dan? Ja, die scheidsrechter is een Roemeen. Oh ja. Ik red de fighting. En toevallig is Jordi's Roemeens heel goed. Ik red de fighting, meneer, niet eens. Nou, dan weet je wat je moet doen volgende sessie. Prees de Fresta Nomenomaye. Nomenomaye. Dat heeft die scheidsrechter geschreven. Die ja. Hoe lang hebben we nog? 1 minuut. 1 minute later. Ja, mooi. Ik ga even repels kopen, want dit werkt niet zo. En heb ik net Gator verslagen, denk ik. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, we spelen in Rotterdam, dus zeg het dan op zijn Rotterdams op zijn minst. Mm-hmm. Ja, natuurlijk. Ik kom er net zo Amsterdams uit als jij, maar dat is er. Ja, nu gaat iemand een kaart krijgen van Nederland geheel. Oké, moet nog iets. Safe! Don't turn off the power. Ah joh, hij raakt het niet eens. Wel, jawel.
Ik zag het. Vanaf hier. Zonder livestream. In mijn ooghoek. Met een blinddoek voor. Ja, ik ga niet met die battle beginnen, want ik weet gewoon dat ik er geen tijd voor heb. Ja. Nee, ja, ik maak deze fight nog af. Ik ben die Glimmora nog even aan het killen. Maar ja, dat zat ook niet zo heel veel voor. Nou joh, sodemiet erop. Ik wou net zeggen, als je daarvoor fluit, dan ben je echt niet als scheidsrechter. Spak! Fucking hell! Zo! Wat gebeurt er? Ik heb geen idee. Iets wat door hamschield. Wat is dit voor scheidsrechter, man? Een Roemeen. Oeh, bijna 1-1. Dat Roemeen je niet. Dat Roemeen je niet. Nee, dat Roemeen ik wel. Ja. Oké. Zo, nu is die rappel al op. Die rappel al op. Maar ik wil Rustling Grass en ze geven me geen Rustling Grass. Dat is niet zo mooi. Dat is bijna net zo oneerlijk als een Darkling in Pokémon Kingdom. Zie, ja, dat brengt hem toch wel weer terug. Dat is gebeurd. Ja, nou, ik ben klaar met Gita. Het is gebeurd. De cirkel is rond. Ja, op het einde van de sessie. Lekker, man. Jezus, toen niet warm. Nee, zweet maar ja, in de eerste klas. Je kan nu wel je ventilator gaan aangooien, hoor. Want ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laat eens. Later.